Gaan we kijken of dit lukt. Hier keek ook iedereen naar uit. Steen op het zand. Ja. Prachtig. Blijft een klein beetje staan. Maar dat is niet erg. Lopen langzaam weer omhoog. De speeltoren. Dan krijgen we ongeveer 1,5 meter glijbaan. En dan storten de stenen naar beneden. Hey. Dat is al gebeurd. Mooi. De playground. Die zien we nog even in de slow motion. De schommels. Ja, mooi hoor. De draaimolen. En we zijn inmiddels verder. Nog steeds natuurlijk in het thema having fun. Working is fun. Niet voor iedereen. We horen hier allemaal geluidjes. En het is hier zo natuurlijk. En wat je ook doet voor je geld met een flinke dosis plezier. We horen de bouten vallen op de helmen. Is het leven een stuk leuker hoor. In een ziekenhuis, in de bouw. Maakt niet uit. Werken met een glimlach kent geen grenzen. Dat maakt mensen blij. Dat geldt natuurlijk voor iedere tevreden beroepsbeoefenaar. De bezigheden klinken een beetje als muziek. Hè? We hebben muziek gehoord. We zagen de poppetjes draaien. Ging erg snel, maar ook erg goed. Volgens mij ging het hele veld ja, wel redelijk over. We gaan naar het strand. Ook hier weer een spannend moment, want u ziet in het midden meer dan 82.000 stenen, ziet u een zwart veld. Hier kunt u het iets beter zien, water. Deze stenen in het midden, u ziet het nu links een beetje in beeld, die staan al weken onder water en dat water moet gaan weglopen uit deze bak. 800 liter. Het water moet gaan weglopen en het water moet dan weer in een ander gedeelte van het project gaan lopen. Stenen onder water gaan wat langzamer, wat meer druk. Er wordt een ingenieus systeem, gaan de sluizen open. De sluizen gaan niet open. So it will be underneath the water. De sluizen gaan niet open. Dan vallen de stenen onder water. U hoorde het Robin Paul Weijers al zeggen. So it will be underwater. Dus deze stenen vallen onder water. Was jammer, was een ingenieus systeem bedacht om het water wat u nu over deze stenen ziet liggen, dat zou dan in de bak hebben moeten vloeien. En dan hadden we weer een Novi-tijd Domino Day 2007 gehad. Ja, deze man maakt het niet uit. Niet gewoon lekker. Dan gaan we kijken hoe het verder gaat. De Domino-lijn ziet u daar in beeld doorlopen. Maar we kijken even terug. Waar het tot nu toe aardig goed gaat. Het laatste veld viel dan niet helemaal, omdat het water dus niet uit de bak kwam. Maar ja, dit ging jammer. Dit was jammer. De Builders Challenge die de mist in ging. Maar op zich zijn we nog redelijk op koers. Het derde thema van vanavond is Life is Dreaming. Makkelijk te herkennen aan de blauwe kleuren die voorbij komen en de sterretjes. En dit is ook weer zo'n groot veld. U ziet het, meer dan 110.000 stenen. Mensen die in sprookjes geloven, die zien dat we ons hier gaan bezighouden met Alice in Wonderland. En in dat sprookje wordt Alice op weg naar Wonderland gevolgd door een wit konijn. Deze White Rabbit zal zo dadelijk echt een reuzensprong moeten gaan maken. Daar ziet hij hem en daar zal hij worden gelanceerd. De White Rabbit is onderweg en tikt hier via de paddenstoel weer een ander veld aan. En de sprong is gelukt. Kan het verhaal worden vervolgd. Maar ook hier moet eerst een opening worden gevonden om überhaupt Wonderland te gaan bereiken. Een opening vind je met een slot. En daar, via paf, 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 valt het slot open en kunnen we onze reis naar Wonderland vervolgen. En de eerste gast die we ontmoeten is de gekke hoedenmaker. En tegelijkertijd zien we hier de dienaren van Alice in dit verhaal van de koningin.
Want het loopt niet helemaal volgens plan. Die hadden wat later moeten vallen. En daar de guillotine, die valt. Maar gelukkig is er van een onthoofding. U ziet dat, want daar verschijnt het lachende hoofd. Geen sprake. In grote lijnen gaat dit verhaal goed. Er is links en rechts wat blijven staan. Want er is ook maar één van die drie speelkaarten. Is omgedraaid. Maar we worden wakker. Waarin we dus een aantal dingen zagen. Gelukkig de sprong van de White Rabbit. We zagen ook de guillotine vallen. En dat zorgde weer voor dat er heel wat andere stenen vielen. En dit zette het verhaal volledig in werking. We blijven dromen. En hoe gelukkig we ook zijn, er blijft namelijk altijd wel iets te wensen over. Meedoen met een loterij doen we ook niet alleen maar omdat het zo'n leuk spelletje is. Nee, we hopen de hoofdprijs in de wacht te slepen. En de belangrijkste donorwens van vanavond is natuurlijk dat record halen. Maar daar is dan ook een stevige dosis geluk voor nodig. We zien daar in ieder geval de olielamp. Die is gevonden, nu de geest nog ziet te vinden. Want dat zou betekenen dat je een aantal wensen mag verwachten. De klavertjes 3 worden klavertjes 4. En ook dat is een geluksbrenger. I still have a dream. Je kunt heel egoïstisch dromen. Meer geld, een groter huis, een enorme boot. Maar je kunt ook dromen van een betere wereld. Het decor van dit veld is de Lincoln Memorial in Washington. En tegen deze achtergrond hield dominee Martin Luther King zijn wereldberoemde toespraak. I have a dream. 250.000 mensen hingen bij de reflecting pool aan zijn lippen. En dat was in 1963. Het gaat weer volgens de platte valtechniek waar de stenen wat verder uit elkaar staan. Daarom komt de foto voor een groot deel in ieder geval tevoorschijn. Maar er zijn meer wereldverbeteraars. Mahatma Gandhi en de Dalai Lama bijvoorbeeld. En wat te denken van Moeder Teresa en Nelson Mandela. Dare to dream. Deze wereldverbeteraars durfden te spreken. Zij durfden hardop te dromen. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, de Dalai Lama, Moeder Teresa en Nelson Mandela. En dit is prachtig. De draak. Dit is zo'n geweldig veld. Ja, dit is de mooiste, denk ik, die hier staat vandaag. 72.000 stenen. Prachtig gebouwd. Het is gebaseerd op het Amerikaanse stripverhaal Little Nemo in Slumberland. En hij ligt daar vredig te slapen met de teddybeer. Die zou omhoog moeten, maar dat doet hij niet. Want dan zou daar een bed in werking worden gesteld. Maar dit zou verschrikkelijk zijn als dit nu al stopt. En daar ziet het wel naar uit, want dit bed zou in beweging moeten worden gebracht. Om het verhaal, de nachtmerrie, ja, daar valt wel, en dat komt via een andere lijn, de draak die valt. Een prachtig, prachtig bouwsel. Waar heel veel mensen heel lang aan hebben gewerkt. En dit is wel mee te smaken. We zien ook dat het skelet gevallen is. Dus een deel van dit project is wel gevallen. Een belangrijk steentjesdeel is dit. Het verhaal kwam er niet helemaal uit. We hebben bijvoorbeeld niet gezien het kasteel wat zou moeten vallen.
Nou stond daar ook niet meer zoveel van overeind, want die is vorig weekend al gevallen. Dus er was slechts een ruïne.